Kamerleden eerst mee onder het nieuwe station, onder de nieuwe terminal. Dus vanuit Technisch Gebouw West nemen ze een stukje mee door een pestunnel. Van daaruit gaan we door een van de verbindingstunnels. En dan gaan we op het dak staan van het nieuwe stationsplein Oost. Om te laten zien wat we hier aan het doen zijn op dit moment. De vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu. De woordvoerders zijn dat van de verschillende partijen. Die zich bezighouden met onder andere het spoor. Die zijn vandaag op bezoek met als doel meer te leren over onze spoorsector. Het is natuurlijk heel theoretisch en rechtlijnig vanuit de Tweede Kamer. Maar dan nou zie je de praktijk. En dan zie je echt waar ga je voor. Je wil de belangen van de reizigers, moet je als volksvertegenwoordiger ook verdedigen. Nou, hoe kun je dat het beste zien? Door ook in de praktijk te gaan kijken, wat gebeurt er? En hoe wordt het, zeg maar, Nederland voor de toekomst voorbereid? We zijn zojuist bijvoorbeeld ook onder de grond geweest in het Centraal Station van Utrecht. Nou, ik kom hier iedere dag, maar was ik echt nog nooit geweest. Er is eigenlijk bijna net zoveel onder de grond als boven de grond. Het gaat er altijd om dat we proberen om dat systeem foolproof te maken. En dat is heel knap, heel ingewikkeld, omdat hier ook nog een paar honderdduizend mensen iedere dag ondertussen de trein blijven plakken. En ja, de verbouwing moet doorgaan, zowel, terwijl de winkel open is. Je kan wel veel dingen lezen in stukken of in de krant, maar door er echt te komen en te zijn krijgen we gewoon veel meer begrip voor het spoorproduct. Veel meer begrip ook voor de mensen die er keihard aan werken. En ik merkte ook vandaag ook heel veel waardering voor alle medewerkers van ProRail die er heel hard aan het werk zijn natuurlijk. Ook voor de medewerkers van de NS, dus het schept echt een hele positieve sfeer.